Water. Duizenden liters. Elke dag. Een oneindige stroom die het land opslokt, verbergt en weer loslaat. Totdat het zand na 6 uur even mag ademen. Slikken, kwelders, geulen en prielen zijn gedurende de volgende 6 uur zichtbaar. Totdat het water ze weer bedekt. Het getij, eb en vloed zorgt ervoor dat dit gebied tot leven komt. Het Noord-Europese Waddengebied is een aaneengesloten getijdengebied van 490.000 hectare. Het is een van de grootste wetlands ter wereld. Het bestaat uit 51 eilanden die als een lint voor de kust van Nederland, Duitsland en Denemarken liggen. 2 keer per dag voert de vloed enorme hoeveelheden voedsel aan die de basis vormen voor alle activiteit van planten, dieren en mensen. De Wadden vormen een volstrekt uniek natuurgebied dat duurzaam en internationaal beschermd dient te worden. Maar alles begint met het getij. De getijden worden veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan. Als een magneet trekt de maan het water van de oceaan naar zich toe, waardoor er een waterberg ontstaat. De maan draait in 1 maand rond de aarde. De aarde draait om zijn as, draait als het ware onder die waterberg door. Maar omdat we de aarde niet voelen draaien, ervaren we precies het tegenovergestelde. In onze waarneming is het alsof het de waterberg is die heen en weer schuift. De enorme kracht van het getij maakt van de Wadden een extreem gebied. Voor alles wat er leeft, vergt dat een enorm aanpassingsvermogen. Een grijze zeehondenmoeder komt haar jong voeden dat in een duinpan ligt te wachten. Grijze zeehonden werpen hun jongen in de winter. Om het tegen de kou te beschermen, heeft het jong de eerste weken een dikke witte bontvacht. Maar door die dikke vacht kan het beest niet zwemmen. Het zou mogelijk verdrinken omdat de vacht te veel water zou opnemen. De moeder voedt het jong heel vette melk, zodat het binnen 4 weken groeit van 5 naar 40 kilo. Bij dat gewicht verliest het jong zijn vacht en kan het water in. Om zichzelf te kunnen voeden, zodat ze die vette melk kan produceren, is de moeder gedwongen het jong alleen te laten. Zelfs in een storm met alle gevaren van dien. Het jong blijft kwetsbaar en alleen achter. Het gebied is grillig, heeft verschillende gezichten. Een storm gaat net zo snel weer liggen als hij opstak. Het leven op het wad moet daarop inspelen. De zilte schijnspurrie springt weer open. Tijdens de storm, uit vrees voor een teveel aan zout, dook het plantje onder. Meeldraden en stamper in een luchtbel ingepakt. Deze halfzoutplant heeft zo een unieke manier om te overleven en toch gebruik te maken van de voedselrijkdom van het wad. De zeekraal, een zilte delicatesse, heeft zich ook al aangepast. Het plantje slaat normaliter het teveel aan zout op in de onderste gele lagen die vervolgens afsterven, terwijl de bovenkant fris groen en knapperig blijft. Maar als het extreem veel zout te verwerken krijgt, dan perst het plantje de zoutkristallen er zelfs aan de bovenkant uit. Thank you.
Onze kleine ligt nog steeds te wachten. De laatste voeding is alweer 40 uur geleden. Een zeehondenmoeder laat haar jongen wel vaker dagen alleen. Maar het is mogelijk dat ze de gevaren van de storm niet heeft overleefd. Het kwetsbare jong kan dan ook alleen maar wachten. Want ergens in dit gebied is hopelijk zijn moeder op weg naar hem toe. Zandplaten zijn kenmerkend voor de Waddenzee en een onmisbare plek voor zeehonden. Toen de grijze zeehond rond 1980 opdook in het Waddengebied, dachten de biologen dat er voor Nederland een nieuwe soort ontdekt was. Later bleek dat de grijze zeehond in het verleden een vaste bezoeker was en dat de hele populatie door de toenmalige bewoners radicaal was uitgeroeid. Nu de zeehonden beschermd worden, keren ze langzaam terug. Toch blijft de toekomst van de grijze zeehond onzeker. Onder meer vanwege het veranderlijke karakter van de zandbanken in de Waddenzee waarop de jongen ter wereld komen. En al zou je het niet zeggen, een zeehond brengt 95% van zijn tijd onder water door, kan tot 50 meter diepte duiken en zwemt makkelijk zo'n 100 kilometer per dag. Om het gedrag van de zeehonden goed in kaart te brengen, krijgen sommigen een zender op. Via deze zenders kunnen de onderzoekers ze goed volgen. Het verschaft ze inzicht over jachtgebieden en de belangrijkste rustplekken van de zeehonden. Gegevens die van groot belang zijn bij het bepalen van het beleid ter bescherming van de zeehonden in het Waddengebied. Overigens beweert men dat de dieren geen last hebben van die zenders en antennes. De dieren zelf zijn niet geraadpleegd. Het zonnebaden is niet alleen lekker, maar ook belangrijk. Door de zon neemt de huid heel veel vitamine D op, hetgeen ze beschermt tegen huidziekten en luizen. De zandplaten zijn niet alleen een verzamelplek voor de zeehond, maar vervullen ook nog een andere belangrijke rol. Zoals vanuit de lucht goed te zien is, werkt het enorme zandoppervlak als één groot zonnepaneel. De drooggevallen platen lijken dorre zandvlakten, maar zitten vol leven. Ze bevatten micro-organismen die door de vloed zijn aangevoerd en bij eb droog komen te liggen. Onder invloed van de zon gaan sommige kleine algen een fotosynthese aan en komen daarmee aan de basis van een korte, unieke voedselketen te staan. De algen worden gegeten door kleine micro-organismen die weer worden gegeten door bodemdiertjes zoals watwormen, kreeftjes en mosselen. En die worden op hun beurt weer gegeten door vissen en vogels zoals hier de schoolekster. Door het eten van schelpdieren en wormen slijt zijn snavel sterk. Maar gelukkig heeft de natuur dit opgelost door zijn snavel per dag 2 mm te laten groeien. Het bontbekpleviertje, dat langs de kustlijn naar wormpjes zoekt, is een vaste bezoeker van het Waddengebied. Deze vreemde vogel is herkenbaar aan zijn snavel. De kluut fourageert in zoutwatergebieden die net boven de hoogwaterlijn liggen. De zeehonden spelen vanwege hun kleine aantal nog geen belangrijke rol in de voedselketen. Maar omdat ze als grootste roofdieren van de Wadden aan het einde van deze keten staan, zou dit in de toekomst wel eens kunnen veranderen. Op de bodem van de Waddenzee komen we een rijkdom aan verschillende dieren tegen. Deze strandkrab eet alles en wordt daarom wel de opruimer van de zee genoemd. Hier sleept hij met een alikruik. Zijn collega sleept een prooi mee die vele malen groter is dan hijzelf. De krab is een even markante als nuttige bewoner. Een voor ons smakelijke bewoner is de garnaal, die met zijn tentakels in een razend tempo eetbare deeltjes uit het water pakt.
Garnalen zijn in het late voorjaar, zomer en herfst in het Waddengebied te vinden. Wanneer het kouder wordt, trekken ze naar grotere diepte. Garnalen zijn zo talrijk dat ze van groot ecologisch belang zijn. Zowel als opruimer en roofdier, dan wel als voedselbron. Een andere delicatesse is de mossel. De mossel zuigt aan de ene kant van zijn schelp duizenden liters water op, filtert dat op voedsel en stoort het aan de andere kant weer uit. Het maakt de mossel tot een betrouwbare indicator voor de kwaliteit van het water. Als het water te vervuild is, sterft de mossel. De zeester is een roofdiertje met een uitgesproken voorkeur voor deze mossel. Hij pakt de mossel in zijn tentakels en oefent er gedurende 48 uur een gelijkmatige maar enorme druk op uit. Uiteindelijk breekt de schelp. De zeester heeft zijn mond in het midden tussen alle tentakels. En deze zeesterren konden niet besluiten wie als eerste op het mosselbankje mocht. En zijn er allemaal tegelijk maar opgedoken. Oorkwallen danken hun naam aan hun ingewanden, die eruit zien als oren. Het leven van een oorkwal begint als een poliep die door een volwassen kwal op de zeebodem wordt achtergelaten. De zeeanjelier is een dier vermomd als plant. Hij eet visjes of zelfs, zoals hier, een jonge blauwe haarkwal. Hij heeft de eiwitten en proteïnen nodig. Met zijn kleverige tentakels houdt de zeeanjelier de jonge kwal gevangen. De anjelier kan zijn maag naar buiten brengen, waarmee hij zijn vangst verteert. Heremietkreeften hebben een week achterlijf en gebruiken daarom een leeg slakkenhuis als pantser. Soms pikken ze die van elkaar. Heremietkreeften, die 3,5 centimeter lang worden, moeten tijdens hun groei regelmatig op zoek naar een groter slakkenhuis. Met deze drukke bewegingen wordt het voedsel uit het water gepakt. Zijn grote voorpoten gebruikt de heremietkreeft om de voedselrijke bodem om te woelen. Een botervisje houdt ervan zich te verschuilen tussen de rotsen. Maar die plek is al bezet, door een dreigend heerschap nog wel, een grote strandkrab. Deze school bezoekt de Waddenzee regelmatig. Voor veel soorten is de voedselrijke Waddenzee een belangrijk gebied om larven en jonge visjes te laten opgroeien. Het is met recht een kraamkamer. En hier ligt een jonge school, de ideale prooi van de grijze zeehond. Als die hem tenminste te pakken kan krijgen. Boven water zoekt een visdiefje naar zandspiering. Zijn enorme scherpe gezichtsvermogen, gecombineerd met een extreme precisie in het duiken, maakt hem tot een parmantig jager. Naast de permanente bewoners van de Waddenzee zijn er een hoop bezoekers die weten hoe rijk dit gebied is. Van heinde en verre komen ze hier naartoe. De lepelaar komt terug uit Afrika, het Noordse sterntje uit de Zuidpool. De eidereenden zijn voornamelijk Russen en het steenlopertje vliegt vanaf de Noordpool. De Waddenzee is soms net een internationaal vliegveld, waar vogels uit de hele wereld landen. Sommigen komen er om te broeden,
andere om te overwinteren of maken er alleen even een tussenlanding. Maar na al dat vliegen moet er eerst geslapen worden. De jonge grijze zeehond ligt nu al meer dan 78 uur alleen. Zonder voedsel, zonder bescherming. Uiteindelijk zou hij aan de gevolgen van uitputting en vermagering kunnen overlijden. Maar mensen van een zeehondenopvang hebben hem ontdekt en nemen hem mee. Nu de zeehondenpopulatie zo gestaag groeit, vragen sommige landen zich af of de zeehond nog wel opgevangen moet worden. Deze kleine zeehond wordt gelukkig nog niet het mikpunt van die discussie. Hopelijk zal hij de zee spoedig weer zien. De vele migranten hebben maar één ding nodig voor hun jaarlijkse levenscyclus. Een partner. De eidereenden verzamelen zich voor de bals op zee. De vrouwelijke eidereend verblijft gedurende het hele jaar in het Waddengebied, terwijl de mannetjes 's winters in Noorwegen of op de Baltische Zee verblijven. Het voedsel van de eidereend bestaat bij voorkeur uit kokkels, mosselen en strandkrabben, die ze in hun sterke maag kraken. De eidereendvrouwtjes zijn zeer honkvast en keren het liefste terug naar het nest waar ze het voorgaande jaar succesvol hebben gebroed. Dat instinct is zo groot dat zelfs, als er op die plek niet of nauwelijks voedsel voorradig is, ze nog liever doodgaan dan verhuizen. In 1999 spoelden er meer dan 20.000 eidereenden aan. Het was een jaar waarin ze nauwelijks aan gevarieerd voedsel konden komen. Dus aten ze alleen maar strandkrabben. De parasieten die de strandkrabben bij zich dragen, veroorzaakten dat de eidereenden sterk vermagerden en uiteindelijk verhongerden. In dat jaar probeerden vele vrouwtjes hun ideale broedplek te halen. Maar vele haalden het niet. Ziek en uitgeput spoelden ze aan, wanhopig op zoek naar hun broedplek die ze nooit zouden halen.
In het internationale Waddengebied zijn er meerdere eilanden waar de dieren ongestoord kunnen broeden. Voor de kust van Denemarken, Duitsland en Nederland hebben de overheden de natuurbescherming hoogste prioriteit gegeven. Het vogeleiland Grient in het westen van de Waddenzee is zo'n eiland. De Vereniging Natuurmonumenten beheert dit eiland en zorgt dat de dieren in rust kunnen leven. Unieke soorten broeden hier, zoals de Noordse stern, herkenbaar aan zijn rode snavel. En deze kolonie van grote sterns die alleen in grote groepen broeden. Hun onderlinge band is zo sterk dat als er één vogel vertrekt, de hele kolonie meegaat. In de groep voelen ze zich beschermd tegen rovende vogels, zoals de mantelmeeuw. De grote stern voert vaak felle gevechten met meeuwen. Als hij voedsel naar zijn jongen wil brengen, wordt hij onderweg door mantelmeeuwen opgewacht, die met geweld de kleine visjes proberen af te pakken. Daarom worden die jongen ook zo razendsnel vervoerd. De Noordse stern is een opmerkelijke trekvogel. Van alle sterns trekt hij het verst naar het zuiden om te overwinteren. Helemaal naar het ijs van de Zuidpool. In het voorjaar keert hij terug naar zijn broedgebieden in het Noordzeegebied of zelfs verder noordwaarts, wat neerkomt op een jaarlijkse reis van zo'n 35.000 kilometer. Het mannetje en het vrouwtje lossen elkaar af tijdens het broeden en zorgen zichtbaar goed voor elkaar. Eens komt het moment waarop alle dieren hebben gewacht. Hun kroost komt ter wereld. Inmiddels is het grijze zeehondenjong in een opvangcentrum aangekomen. Hier moet ze snel worden bijgevoed met een imitatie van de vette moedermelk. Ze moet vetreserves opbouwen die ze, als ze haar bontvacht is kwijtgeraakt, hard nodig zal hebben om te overleven in het grote Waddengebied. In een andere zeehondenopvang op het eiland Texel wordt een jonge, gewone zeehond geboren. Zijn moeder is hier jaren geleden terechtgekomen. Na al die jaren voelt ze zich hier zo thuis dat ze zich in de vrije natuur niet meer zou kunnen handhaven. Maar deze kleine, die nu één dag oud is, zal later worden teruggezet in de natuur. Voorlopig verbaast hij zich nog over de wereld. Over 3 weken is dit jong volwassen en zal zijn moeder hem desnoods met geweld verjagen. Maar nu kan hij nog naar hartelust knuffelen. De afgelopen 600 jaar bewoont de mens de eilanden. De Romeinen ontdekten al dat zand dat wordt tegengehouden zich ophoopt. En zand dat niet wordt tegengehouden wegwaait. Men heeft lang gezocht naar methoden om het zand vast te houden
om duinen te laten ontstaan die de mens tegen de zee kunnen beschermen. De oplossing lag in het planten van helmgras. Maar bij een zware storm zoals deze die in 1962 Schiermonnikoog teisterde, kan het toch helemaal misgaan. Mens en dier maakten voor de zoveelste keer kennis met de grillen van de natuur. Een natuur die zich maar moeilijk laat beteugelen. De relatie mens, dier en natuur zal in dit dynamische gebied wel altijd gespannen blijven. De kracht van het water heeft de mensen er niet van weerhouden de eilanden te bewonen en er zijn sporen achter te laten. We namen en gaven. Dit zijn wezenputten op het eiland Texel. Daar zit ijzerhoudend water in. De eilanders verkochten dat water, dat veel langer houdbaar blijft dan normaal, aan zeelieden die daardoor nog verdere reizen konden maken. Maar de zee sloeg ook terug. Nog steeds is de bodem van de Waddenzee bezaaid met honderden jaren oude scheepswrakken. Kostbare tijdcapsules die nog steeds hun geschiedenis verborgen houden in het zand. Op de diverse locaties in het Waddengebied onderzoeken duikers van het NISA, het Nederlandse Instituut voor Onderwaterarcheologie, de wrakken. Dit schip was ongeveer 35 meter lang en dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw. De archeologen zijn vooral geïnteresseerd in de lading van het schip. Grote vaten van tropisch hardhout. De vaten bevatten naast water ook nootmuskaat en koffiebonen, wat wijst op een mogelijke handel met Azië. Vandaag de dag zijn ze het domein van strandkrabben. Maar we halen nog meer van de bodem. Hier zijn kokkelvissers aan het werk die met een kor de kokkels van de zeebodem afschrapen. Deze animatie laat zien hoe zo'n kokkelkor werkt. Vlak boven de bodem staat de spuitmond die ervoor zorgt dat de bovenste laag zand van de kokkels wordt gespoten. Het in diepte verstelbare mes dat onderaan de kor is bevestigd, schraapt ongeveer 2,5 centimeter diep de bodem af. Precies voldoende om de kokkels onbeschadigd in de kor te krijgen. De kor wordt telkens geleegd doordat een waterstroom aan het einde van de kor de kokkels via de buis mee omhoog zuigt. Kokkels zijn onder andere een belangrijk exportproduct voor de paella in Spanje. Wanneer het wat is drooggevallen zien we duidelijk dat deze vismethode schadelijke invloed heeft op het bodemleven en de bodemstructuur danig heeft vernietigd. De eidereenden halen er ook uit wat erin zit. Zij vissen de kokkels op hun eigen manier. Uiteraard met veel minder schade. De Waddenzee is ook de plaats van de jonge mosselen. Voor mens en dier is de mossel een lekkernij. En dat is een van de redenen waarom ook hier een balans wordt gezocht tussen natuur en cultuur. Het unieke karakter van dit uitgestrekte natuurgebied trekt grote hoeveelheden recreanten aan die 's zomers massaal de eilanden bezoeken. Maar hoe reageert de dierenwereld hierop? Hoe vinden ze een balans? Soms is het vertier voor de een, een verstoring voor de ander.
Het Waddengebied trekt wel steeds meer mensen aan. Het kan haast niet anders dan dat mens en dier elkaar tegen zullen komen. Maar is er dan begrip en respect voor de natuur? Soms gaat het mis en lopen mens en dier elkaar echt voor de voeten. Deze keer liep het goed af. Maar als de toestroom van mensen maar blijft toenemen, is de kans groot dat ze elkaar echt gaan hinderen. Er zijn al dieren wiens levens door de mens grondig zijn verstoord. Zo was de velduil op Texel een veel voorkomende vogel. Maar tegenwoordig zijn er op het hele eiland nog maar 4 broedparen. De velduil is een vogel die ook overdag actief is. Precies wanneer de recreatiedruk het grootst is. Deze straaljager veroorzaakt niet alleen luchtvervuiling, maar zorgt ook voor een gierend gebrul. Alleen al in het westelijk Waddengebied vinden jaarlijks honderden straaljagervluchten plaats. Toch kunnen we onze economische afhankelijkheid niet negeren. De balans tussen natuur en economie is delicaat. Soms zal het economisch belang groter zijn dan het belang voor de natuur. Maar hoe gaan we daarmee om? En wat doen we met alle rijkdom die in het gebied ligt opgeslagen? We kunnen niet zonder onze transporten over water, maar kunnen we de veiligheid van de natuur dan wel garanderen? Hoe vinden we de balans? Want een ongeluk, zoals bij deze chemicaliëntanker, zou in het Waddengebied een regelrechte ramp hebben betekend. Kunnen we prioriteiten stellen? En hoe reageren de kwetsbare zeehonden? Hebben zij nog een veilige plek? Deze zeehond heeft dus al kennis gemaakt met de gevolgen van vervuiling. En deze is geraakt door een scheepsroef. We zien nu alweer dat sommige dieren vluchten. Naar Helgoland bijvoorbeeld, een eiland 70 kilometer uit de kust van Duitsland. Helgoland is een eiland dat tijdens de ijstijd is ontstaan, door zoutkoepels die omhoog drukten. Het bestaat voornamelijk uit krijtgesteente en bonte zandsteen. Deze 60 meter hoge rotssteen, de Lange Anna, is het symbool van het eiland. In het voorjaar vestigen zich hier duizenden vogels om te nestelen en te broeden. Echte zeevogels, zoals de Jan van Gent en zeekoeten. De Jan van Gent, de grootste zeevogel van het Noordzeegebied met een spanwijdte van bijna 2 meter, legt maar 1 ei. Het jong van de Jan van Gent wordt maar liefst 3 maanden verzorgd
en verlaat dan pas het nest. De zeekoet is de meest algemene vogel van de Noordzee en broedt op de rotskusten. Moederzeekoet bouwt geen nest, maar het jong wordt opgevoed tegen de smalle richels op de kliffen. Ondertussen maken de Jan van Genten zich op voor hun vluchten boven zee. 3/4 van hun leven hangen ze boven zee. Veel hoger staan de mensen, ver weg. Sommige zeehonden vinden hier ook hun rust. Ze liggen in grote getalen te genieten van de zon. Deze lijkt die andere te kietelen. In feite wil hij gewoon dat die andere zeehond een beetje ruimte maakt. En die ruimte hebben ze. Meer nog dan op de zandplaten in de Waddenzee. Aangezien de zeehonden behoefte hebben aan plekken waar ze rustig hun jong kunnen opvoeden, of ze laten leren van de ouderen, is het essentieel dat ze deze rust en ruimte krijgen. Onze jonge zeehond is inmiddels 8 weken. Hij is weg bij zijn moeder en wacht op zijn vrijheid. Hij wordt nog een laatste keer onderzocht door de dierenarts, krijgt een injectie tegen de zeehondenziekte en onder zijn huid wordt een chip aangebracht waarmee hij kan worden geïdentificeerd. Hij wordt uitgebreid voorbereid op een leven in de vrije natuur. Maar nu moet hij nog even wachten. Ook op de eilanden wordt veel gedaan. Natuurmonumenten streeft ernaar om op de eilanden de oorspronkelijke natuur terug te brengen. Ook gaan er steeds meer stemmen op voor een dynamisch kustbeheer. Laat de natuur, waar mogelijk, zijn gang maar gaan. De meeste gebieden zijn voor iedereen toegankelijk. Iedereen mag hier komen, ook buiten de paden. Excursies in deze gebieden vormen vaak een unieke en leerzame natuurervaring. Alleen in het broedseizoen zijn sommige delen afgesloten om voor de vogels de noodzakelijke rust te garanderen. De lepelaar maakt bij voorkeur zijn nest vlakbij zijn voedselbron. Het Waddengebied is het noordelijkste puntje van Europa waar deze moerasvogel broedt. Daarom wordt deze unieke vogel nauwlettend in de gaten gehouden. Elk jaar worden de jongen geringd om bij te houden hoeveel lepelaars na hun overwintering in Afrika terugkeren naar de Wadden.
Volgens schattingen overleeft de helft van alle jonge lepelaars de trek naar Afrika niet. De oorzaken zijn talrijk. Jacht, uitputting of een aanvaring met een hoogspanningskabel. Degenen die het wel halen en zo rond februari terugkomen, verzamelen zich eerst in het noorden van Friesland en Groningen en vliegen daarna door naar hun verschillende broedkolonies. Dat de lepelaar behouden is voor het Waddengebied is een succes. Speciaal voor de lepelaars is onder andere in 1995 in de Waddendijk bij de Koksdorp op Texel een hevelpassage voor stekelbaarsjes gebouwd. Stekelbaarsjes trekken naar zoet water en zijn daar een voedselbron voor lepelaars in februari, omdat de garnalen nog te diep zitten. Als gevolg van de inpoldering en de deltawerken konden de stekelbaarsjes niet meer op Texel komen. Gevolg? De lepelaars kregen zo weinig voedsel op Texel dat in vergelijking met andere broedkolonies het broeden pas weken later op gang kwam. Dat euvel is nu verholpen. De visjes worden met een zoetwaterstroom naar een opvangbak gelokt en van daaruit met een hevel over de dijk gezogen. Zo komen ze in de zoetwatersloten terecht. Waar de lepelaars aan het eind van het broedseizoen, als u voor de trek naar Afrika moet opvetten, ze uit het water kan lepelen. Op het vasteland is men ook begonnen om het natuurlijke landschap te herstellen. In 1999 zijn de dijken van deze polder doorgestoken met het doel om de oorspronkelijke zoutwatercultuur terug te winnen. Via een pomp in de dijk wordt zelfs het getij gesimuleerd. Ook boeren worden aangemoedigd de natuur een handje te helpen. De overheid subsidieert boeren die de natuur op hun bouwland de vrije loop laten. Sommige boeren zagen dat hun land pas na 13 jaar de sporen van de menselijke cultivering had uitgewist. Door dit soort nieuwe leefgebieden heeft bijvoorbeeld de bedreigde Noorse woelmuis weer een toekomst. Evenals deze unieke orchideeën. Er blijft nog genoeg te doen om de Wadden duurzaam te behouden. Samenwerking tussen bewoners, gebruikers, bezoekers en alle belanghebbenden van de Waddenzeeregio is noodzakelijk voor het evenwicht tussen de natuurlijke ontwikkeling en de menselijke activiteiten om zo dit unieke gebied te bewaren. Eindelijk is het zover. Het moment is aangebroken dat de jonge zeehond samen met twee vriendjes wordt teruggebracht naar de omgeving waar hij thuis hoort. Een allerlaatste check-up, een extra merk, allerlei maatregelen om de populatie van de zeehonden nauwkeurig bij te houden. De verwachting is dat de zeehonden binnenkort zichzelf in stand kunnen houden, maar het opvangen en uitzetten zal voorlopig doorgaan. Voor de drie zeehonden is het moment gekomen van de vrijheid. Een zeer grote vrijheid. Voor de kleine zal de overgang van dat kleine bassin naar die hele grote zee nog heel wat teweeg brengen. Thank you.
Het water is zouter, troebeler en het eten komt niet meer vanzelf naar hem toe. Maar hij zal een leven leiden dat in ieder geval meer in balans is met zijn natuurlijke instincten en met de natuur.